Is dit een avondje waarin je kennis maakt met de wetten van het topvoetbal? Want het ging lang hartstikke goed. Ja, ik vond dat wij gewoon, zeker de eerste helft, qua veldspel was gewoon goed. We konden vanuit de opbouw konden we namelijk heel goed onze vrije man vinden. We konden kansen creëren. We hebben heel veel kansen gecreëerd, ook de tweede helft nog, ook nog na de 3-1 volgens mij. Ik krijg er nog 3 of 4. Alleen, ja, het stokte een beetje in de productie van de goal maken. Je stiefzoon Manu bijna, hè, een paar keer. Ja, Elvis zat er heel dichtbij, ja. En ja, dat is dan heel vervelend dat vandaag niet lukt. En dan krijgen we natuurlijk wel, door een paar inschattingsfouten, krijgen we ook de goals tegen. Maar jonge jongens, kun je dat niet jongens kwalijk nemen? Steenvoorde, kas erop laten? Nee, maar kijk, dit is een harde leerschool. En ja, meestal, is bijna altijd, als je jong bent, dan moet je altijd leergeld betalen. En zeker in dit soort wedstrijden. Nou ja, en nu is het aan hun hoe zij daarmee omgaan. Maar dit overkomt je en nu moet je door. Dit heb je dus nodig om uiteindelijk beter te kunnen worden als je mentaal goed genoeg bent. Als je kopje, als dat goed is en je kan je daar doorheen vechten, ja, dan kom je een heel eind op weg. Ben je een heel eind op weg. Nog even iets positiefs, want er waren veel positieve dingen ook. Wat een knappe goal van Toornstra, hè? Ja, Jens, gelukkig, die prikt hem goed binnen. Maar ik denk dat ik heb toch wel vrij veel positieve dingen gezien, ondanks de grote nederlaag. En de positieve dingen die overheersen toch wel, zeker ten aanzien van het veldspel. Daarna, Toornstra zegt net zelf, moeten we de boel op slot gooien. Maar is dan de simpele conclusie, deze ploeg is nog niet zo ver? Nee, dat kan je heel goed zien. Dit team, maar dat heeft ook te maken met, als je het rechte blok ziet naar rust. Ja, dat is een onervaren, er zijn twee onervaren spelers. In de eerste helft kan Lucky dat nog wel... kan dat nog een beetje repareren, kan dat bij elkaar houden. En dan na rust valt dat toch wel ver uit elkaar. Dat is het jammer dat Luc niet doorkomt. Was hij geblesseerd? Ja. Ook vanwege de kaart eraf of helemaal niet? Nee. Luc kreeg weer last van zijn Achillespees. Hoe kijk je nu aan tegen jullie uitgangspositie in deze groep? Ja, hij is nog exact hetzelfde. Ik dacht 3, 4, 4 en 5. Dus alles is nog mogelijk. Je moet twee keer winnen thuis. Ja, twee keer. Ja, ja waarom niet? Ik heb niks aan toevoegen. Ja. Nee, dat moet. Ja. En als kan uit ook. Wat lekker dat je zondag om 12:30 alweer moet. Hè? Gelukkig maar lekker vroeg. Ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja. Fijne bond die KNVB. Niet dus.